Na al die tijd in de wiskundelessen is het dan eindelijk zover. Het wiskunde-examen. Zenuwslopend of juist geen probleem. In ieder geval een paar tips voor je op een rijtje. Voorbereiden voor het examen begint al een aardige tijd van tevoren. Het maken van examens van voorgaande jaren is een goede oefening. Als je meerdere examens al hebt geoefend, dan weet je al hoe een examen eruit ziet en dat alleen kan je al veel rust geven. Verder zul je zien dat ieder jaar soortgelijke opdrachten terugkomen. Al verandert het verhaal om de opdrachten natuurlijk wel ieder jaar. Oude examens en de uitwerkingen daarvan vind je bijvoorbeeld op examenblad.nl. Meer uitleg en tips kun je vinden op lerenvoorhetexamen.nl. Op de dag van het examen is het de moeite om nog even te checken of je alle spullen op orde hebt. Wat mag je allemaal meenemen op je examen? Een pen, zwart of blauw, een potlood, twee kleurpotloden, een gum, een puntenslijper, een geodriehoek, een passer, een simpele rekenmachine en een woordenboek, maar die heb ik natuurlijk niet. En dan zit je op het examen. Allereerst, relax, je hebt er jaren voor geleerd, je kan dit. Een spiekbriefje is bij je wiskundexamen niet nodig. De eerste bladzijde van je examen is namelijk een formulekaart, waar de verschillende formules op staan die je nodig kan hebben. Makkelijker kunnen ze het haast niet maken. Voordat je gelijk begint met de eerste opdracht, kijk eerst eens even alle opdrachten door. Meestal zijn er wel onderwerpen en vragen die je makkelijker vindt. En natuurlijk een aantal die je misschien moeilijker vindt. De opdrachten hoeven niet op volgorde gemaakt te worden. Je kan dus rustig eerst alle opdrachten maken waarvan je al weet dat je die goed kan. En de opdrachten die je wat lastiger vindt, voor het laatst bewaren. Op de examenopgaven mag je gewoon schrijven. Dus je kan dingen onderstrepen, afvinken, tekeningetjes maken. Het is jouw examen. Ga je gang. Bedenk wel dat alles wat je op je examen schrijft niet meetelt. Alleen de antwoorden op je antwoordenblad worden nagekeken. Controleer. Controleer of je antwoord een logisch antwoord is op de vraag. Controleer of je alle opdrachten hebt gemaakt. Controleer of je wel alle berekeningen hebt opgeschreven. Maar controleer. En dan zit de tijd erop en is je examen klaar. Het lange wachten op de uitslag kan beginnen. Hopelijk helpen deze tips je net een beetje makkelijker het examen door te komen. In ieder geval veel succes als je binnenkort aan de slag mag. Bedankt voor het kijken en wellicht tot een volgende keer.